What's up, low gang? What's poppin'? We zijn bij de Alliance Base. Dat is zo treurig. Ik kijk ook echt naar terwijl ik het zeg. Het is van... Ja. Maar wat jullie niet weten is dat ik deze dingen perfect heb geplaatst. Kijk hier. Oh, perfect langs de rand. Perfect, 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 perfect. Boom. Oké, ja, we gaan Force Master even kaal plukken. We gaan even kijken of we met zijn spullen hier kunnen uitbreiden en dienst kunnen gebruiken, noem maar op. En het mooie is, er zijn nu heel veel allianten hier. Dus... Kijk, hier hebben we iemand. Dodo Hub, die bouwt hier. Oh, die staat er ook. Zie ik. Oh, die heeft lekker volts gedropt op een Jenny. Oké. Ik weet niet of we daar... ik weet niet of dat de manier is hoe wij spelen, maar... En hier hebben we... Chef Cook, oké. Oké, wordt ook al ziek. Dit is een 8x8, zo te zien. Netjes. Dat wil ik uiteindelijk ook even maken, maar ik dacht ik breid hem uit. Dan hebben we... Oh, dat was het nu, hè. Hier kan Joost, denk ik, nog wel. Ja, ik moet even naar Joost doen, man. Jamie heeft hier een mooi schaakbord al gemaakt. Is ook lekker bezig. Als Jamie dan vooral daar de turrets neerpompt, dan kan ik ze iets meer naar voren plaatsen. Ik hoop dat dat qua turret cap gaat lukken. We kunnen het misschien wel meten, want Jamie heeft daar sowieso één turret. Dan gaan we dan nou wel even naar Joost toe. Oké, ik heb er nog helemaal geen bullets, trouwens. Er staat hier 0 turrets in area. Dus dat is goed. Ik zit ook even te denken van hoe ik mijn spot dan de meest effectieve verdediging kan bieden. Of op mijn spot. Dus je wilt niet dat ze van het onderkomen. Dus daar moeten cliff-platforms denk ik. En daar heel veel spam. Maar die spam die kunnen ze dan best wel vrij klaren. Deze brug willen ze dan vaak natuurlijk oversteken of claimen. Kan vanuit de lucht droppen. Dat is heel misschien dat ding daarboven. Ja, daar kun je wel op trouwens. Dus daar moeten we ook wel rekening mee houden. Dat je daar eventueel op zou kunnen. Ja, en ze kunnen natuurlijk in theorie mij gewoon voorbij vliegen. Het is ook meer van, als ze de aanval doen, doen ze dat dan om ons gewoon plat te maken? Of doen ze dat om het hart te benaderen? Het hart zelf moeten we ook gewoon nog zo goed mogelijk dichtbouwen natuurlijk. Het is allemaal open air, dus dat maakt het wel iets lastiger. Maar we kunnen daar wel een mooie cage omheen maken. Maar daarom is het ook handig dat we deze misschien zo ver mogelijk naar voren zetten. Alleen je wilt wel dat dit gewoon goed verdedigd is. Zodat ze niet zomaar hier kunnen fobben en alles. Dat wil je niet. Dus ik moet hier ook eigenlijk turrets hebben. Die zoveel mogelijk naar de binnenkant toe aimen. Misschien heeft Jamie daarom zijn ding daar neergezet trouwens. Dit is trouwens ook 0. Ja, als Jamie daar turrets heeft in die toren, dan kan ik gaan checken. Oh, trouwens, ik denk dat ik het qua range wel ga redden eigenlijk. Ja, we gaan het wel zien. We gaan het wel gewoon zien. Het is voor nu semi-belangrijk. Ik kan ook twee kanten van de bridge en dan in het midden van de bridge. Dat kan ook allemaal. Maar dan heb ik alsnog in het midden nu een beetje dicht zitten. Dus dat is wel wat chiller. Alright, time to go to Jonas. Betje. Wat zijn de koorts hier eigenlijk? 49,74. Ja, ik heb zoveel van die exosuits nu. Moet ik even allemaal droppen. Oeh, mijn kit is wel echt bijna kapot. Nou ja, ik ga even naar Joost. Jonas! Bon anniversaire! Oh, hey, je bent er. Hallo Joost! Hey! Hey, oh jezus. Joost. Oh, daar ben je. Ja, oeh, daar ben je. Ja, ik ben even de onderkant aan het verstevigen, want het is heel makkelijk om hieronder C4 te plaatsen anders. Oh, ik wilde net hieronder C4 plaatsen. Niet doen! Wat vervelend. Verdikkie. Hey Joost. What's up? Nou kijk, er is een Alliance base begonnen. And I'm here to spread the words. Dat is op... Kut, ik ben het vergeten. Wacht. 4973? Was dat het? 73. Oh, het is wel een beetje bij het water daar. Ja, het is echt in het midden en dan zit zo'n mooi halve kring plateau eigenlijk. Moet ik daar een TP neerzetten of zo? Wat is de deal? Nou, als je het ziet, dan zie je een beetje wat het idee is. Er zijn van meerdere van die bruggen die naar buiten lopen. En we willen dan natuurlijk een soort van hart in het midden. En daar kunnen we een soort van community informatie of trading hub maken. Waar gewoon iedereen van de blue side de informatie kan delen van de targets en wat er gebeurd is en noem maar op. En dan plaatst iedereen er ook gewoon een base of een fob gewoon daar, zodat we turret defense hebben allround. En dan wel ver genoeg uit elkaar, zodat we met turret cap kunnen doen. Maar er is ook een soort van brug vrij, dus je kan daar naast die van Jamie. Zal ik dan nu... Wacht, ik ben natuurlijk al mijn resources hiervoor aan het gebruiken nou. Ja, je moet even kijken wat handig is. Je kan eventueel, als je een teleport over hebt en een Jenny, kun je die daar verplaatsen. Het is eigenlijk heel dicht bij Jamie's en base. Het is eigenlijk onder Jamie's en base. Let me grab. Wacht trouwens, ik doe het zo wel. Ga maar gewoon heen. En het zit naast Jamie's base, zeg je? Ja, aan de onderkant. Zeg maar ja, echt boven dat water, zeg maar. Ik ga er ook even naartoe tp als je het wil zien. Wee! Oh, kijk. Oké. Okay. Kijk hier. Waboom! Wow. This is the spot. En kijk, daar zit Dodo up te bouwen. Hier is Jamie aan het bouwen. En... Oh ja, dus jullie maken allemaal een soort van eigen vierkantje met turf erop. Ja. En dan daarnaast is nog een brug vrij, daar zou jij kunnen bouwen. Ah ja, oké, dus echt gewoon hier rechts van James. Nice, we can do that, we can make it happen. Yes. Leuk. Dus dat... Nou, goed idee, Rudy. Ja, en dan kunnen we op die manier ook makkelijker communiceren en zo, dus dat wordt top. Ik denk dat hier dan ergens het hart komt, weet je wel. Gewoon hier, oh.
Ja, en dan wat, dat een cafeetje of een pilsje kunnen doen met z'n allen. Ja, gewoon een schuur met defense en weet je, biertjes zo prima op zich als het kan. En vooral en misschien vaults voor trading die gewoon openstaan en noem maar op, of met pin. Ja. Goed. Dus. Dan ga ik daar even een hokje bouwen. Is goed. Let een beetje op turret cap, dat je elkaar niet in de weg zit. Maar het is nu nog lastig. Yo, later. Ja, ik heb de meeste turret toch al in bezet, dus komt goed. Maar hoe kom je nu terug? Oh. Vliegen, dus het is niet zo ver. Oh, oké. Hey. Oh, hey, Dodo, hup, hallo. Hey, Gerard, wat is dit? Oh, wat hij niet weet, is dat hij genet is. Is dit hoe jullie elkaar begroeten? Ja, Swamp-tribe is hier. Oh, fijn. Oké, dat is niet chill. Dat is niet chill. Moet ik helpen? Ja, ik weet niet waar hij is, maar ik heb nog geen bullets in mijn dingen. Wat heb je nodig? Ik heb wel wat bij me. Ja, advanced rifle bullets. Maar ik moet eerst even de enemy vinden. Is dat Swamp? Hier zit hij. Oh ja, ik zie hem. Ik zie hem. Oh nee! Oh, je doet weinig damage op de ding. Kom, sprint gek! Die vast. Oh. Hij is weggegaan of zo? Ja, hij vlucht, maar. Oh, fijn. Swamp-tribe heeft het nu al gevonden. Ik kan misschien even heel. Oh, kut. Hij is met mijn Jenny al. Is hij nou weg? Nee, bij mijn Jenny, bij mijn Jenny. Oh, hij heeft mijn Jenny gesloopt. Oh nee! Ik hoop dat hij van Jamie veilig is. Jamie heeft turrets. Oh, had ik er even één turret, hè? Met bullets. Hoe heeft hij dat ook nu al gevonden, man? Nu kan ik niet TP'en. Hij zit nu aan de andere kant. Hij zit meer links. Oh, oké. Okay. Deze kant? Kan ik mijn visor aanzetten? Oh, ik heb geen attack helm op. Ja, kut. Hij heeft net mijn Jenny kunnen slopen. Nu kan ik niet terug TP'en. Ik heb even geen gen bij me ook. Mm. Nou ja, lekker vliegen. Ik moet ook vliegen. Goddammit. Kunnen we niet gewoon de TP van Dodo Hub gebruiken? Ja, ik vlieg wel even naar Jamie. Oh, ik word gesniped. Worden beschoten. Via boven. Nou, in de brug hangt daar wel iemand. Maar dat is Dodo Hub. Oh mijn god, ik weet even niet wat er gebeurt. Ik moet even Jamie hebben, man. Oh, daar, hij wil voor die vault gaan. Oh ja, vlieg even door mijn net heen anders. Oké, dat was dat ding. Hij is hier! Maar ik kan niet uit zijn bola springen. Oh, get bolaed, bitch! Hij is gebolaed! Kill hem, hij is gebolaed! Hij is genet volgens mij. Oh, als hij nu dood gaat, zou het zo mooi zijn. Oh, als zijn armen nog eens kapot gaan. Jezus, man, de tank. Oh, wat dat? Ja, hij is gebolaed, Kill hem. Hoek hem. Waar? Hier, op zijn mainwing. Ja, ja, doe. Oh, perfect. Kut, man, die bolo is echt is prachtig. Oh, die vloog vol de turrets in. Wie is dit? Wie is Peacekeeper? Ja, die wordt weer onder. Oké. Waar is die heen? Ja, dat is mainwing, jou niet bij. Ah, jezus, wat kut. Ik kan nog gebolen, maar ik kreeg zijn armen niet kapot. Zelfs niet met een Mastercraft tag. Ja, wie was dat? Dat is Swamp Master. Oh, zal te zien. Ja. Maar kan je via Jamie naar terugkomen, Rudy? Ja, ik ga het even proberen. Moet ik via zijn basis, boven op die pilaar. Oh, hij is hier! Bij mij! Hij probeert mijn vol te pakken, man. Oh, ik zie hij hem hier. Hij is hier voor... Nee, hij vliegt hier omheen. Hij probeert mijn vol leeg te plukken. Ah, hij is wel bijna neer, man. Dat is een Maving, ja. Heb jij Element Shards bij? Dan kan ik hem tanken. Zeker, waar ben je? Boven je, drop maar. Ah, thanks. Here you go. Thanks, oké, nou let's kill that fucking bitch. Oeh, goede hit. Ah, dat is een wilde Maving. Ah, man. Oppassen, want ik heb geen armor. Oké, let's go. Waarom vliegt hij niet vooruit? Kom op, ga. Hij blijft gretig. We krijgen hem echt wel neer. Oh, nou niet mijn transmitter gaan slopen, alsjeblieft. Maar ik moet hem eigenlijk zien op te vangen op een of andere manier. Ik denk als ik Space Dolphin even ga halen. Ja, maar dat doen ze altijd. Ze doen nooit echt iets. En dan gaan ze weer gewoon wegvluchten met Maywing. Dat is de strategie. Ze durven niet veel meer, zeg maar.
wel geraakt heb voor 500. Ik zeg dit zodat hij wel dingen gaat durven. Oh, als hij één keer even goed landt, hè. Oh, ga je achter de body? Ja, ik moet mijn dolfijn halen, man. Oh, mooi, 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 mooi ijs, mooi ijs, mooi ijs. Het heeft iemand Tech Jenny over. Ja, die is bij me. Ja, ik wil even mijn dolfijn halen, dan schiet ik me zo neer met mijn dogfight modus. Oh, kut, hij heeft de teleporter ook gesloopt. God damn it. Oh, dan moet hij echt even dood. Hij sloot ook niet door die fucking ice breath. Daar aan de overkant, aan de overkant, overkant. Oké, okay, ik weet niet waarom dat geen hit was, maar... Hij is bijna neer, bijna neer. Is dat... Ik weet even niet met wat ik hem het beste kan hitten. Ik denk dat we sneller neer hebben met normale arrows dan met torpor arrows. Oké, okay, wacht, ik ga... Dat is Joost. Hij wil nog steeds mijn vault, volgens mij. Dat vliegen, dat werkt echt heel bad, man. Oké, okay, maar hij voelt zich hier wel te comfortabel, dus wat ga je doen? Wat gebeurt hier, man? Nee, stop! Stop met vliegen! Kom op. Kom op, kom op, kom op. Oké, okay, nice. Maywing heb ik nu even helemaal niks aan. Heb ik hier nog iets nuttigs? C4, dit, dat. Nee. Kijk, als ik met die Space Dolphin even een dino kill, dan die buff pak en dan achter hem aanvlieg, dan heb ik hem echt zo neer. Weet ik zeker. Dus, even kijken. Turrets neem ik mee, maar ik neem ook even bullets mee. Ik neem mee een transfer tool. Craft, alsjeblieft. Waarom doe je niet? Hallo? Oké. Okay. Teleporter extra. Ik heb geen armor of kit at the moment, maar goed. Heb ik een dino die hierbij kan helpen? Snowball gaat niks doen. Ik denk gewoon mijn dolfijn, man. Ja, de rest gaat niks doen. Dolfijn en turrets. Misschien mijn main? Misschien mijn main. Oh, die heb ik hier nu niet. Oké, okay, let's go. TP naar Jamie. Goed dat hij gewoon geen tijd heeft gehad om mijn element te pakken. Oh, ik heb geen netten meegenomen, kut. Nou ja. Dat is wel even de bowl of the century, jongens. Ik weet niet hoe lang die hier wil gaan kutten, maar... Kom, 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 kom. Elke seconde telt! Hij wil niet komen. Oké, nu dan. Ah, ik heb jou ge... Oh, daar ligt jouw element, ligt daar. Bro! Heb je geen tijd voor deze onzin, man. Waarom heb ik 100 element bij? Ah, die van nou. Oh, personal... Oh, nee, daar gaat hij weer. Nee! Oh, wat een vies speuk, jongen. Oh, alleen omdat het allemaal zo haapt en die kutdolfijn er blijft hangen. Ah, dan moet ik nog een keer terug. Zo annoying, man. Oh, en hij deed maar niet selecteren. Ik wilde even heel snel die kogels erin janken, maar nee. Oké. Okay. Oké, okay, man. Prima. Prima, Ark. Ja, ik ben nu zo op en neer, dat scheelt me. Ja, ik wil nu niet de bullets gaan verdelen. Ik had ook eerst de bullets kunnen verdelen, dan pas de Jenny, maar... Yep. Oké, okay, ik zit op zijn staart. Ja, nu kan hij in ieder geval niet ontsnappen. Althans. Ja, hoe meer hij in de rechte lijn vliegt, hoe beter het is voor mij. Trouwens, ik kan nog maar dit doen. Dag. Ja, ik kan je echt gewoon eindeloos blijven volgen nu, jongen. Gewoon eindeloos. Ik heb gewoon één bot nu. Dit is echt... Dat is gewoon een ding. Oeh, heeft hij een fopje ook, hè? Hij kan blijven doorschieten, dat is prima. Oh, hij is weggetipeerd. Oh. Oké, okay, als mijn dolfijn nu suicidaal gaat doen, dan ga ik hem voor eeuwig haten. Dus blijf fucking hier, man. Blijf! Oh mijn god, kaler! Oh mijn god! Pauperbeest, echt. Zo kun je niet zijn, man. Zo kun je echt niet zijn. Oh, deze game! Oh mijn god, ik zei het nog zo! Ja, ik kon hem ook niet cryo'en, want dan als hij terug zou komen, kon ik niet snel weg. Oké, okay, maar hij zit daar. Oh, dit vind ik zo naar. Ik krijg zoveel kansen, maar het kan het gewoon niet afmaken. Ik wil ook gewoon Force Master even leegplukken, man. Maar voor nu wil ik gewoon even daar een Jenny hebben met turrets. Maar die even niet lastig valt. Oh, mooi dat hij vlucht naar zijn shit. Wat is dit? Jungle Master, War Master, hallo, what the fuck? Oh, die hebben hier een zieke raid gedaan. Swamp Master, War Master.
verward. Is het een fop? Ik ben zo verward. Is het een fop? Dit is een fop, of niet? Het is ook leeg. Oh, trouwens, ik had het kunnen doen met explosive arrows, bedenk ik me nu. Ik wil dus nog even dat hok van hem leeg halen. Misschien moet ik dat maar gewoon proberen. Ik heb wel even te veel dingen bij me. Die kan ik misschien even in de transmitter doen. Als hij er gewoon even weg is. Wat is hier allemaal gebeurd, man? Swampmaster. Oh, ze zijn nu echt druk aan het uitoefenen, of niet? En dat kan easy vanuit beneden, zeg maar. Erin. Easy. Het is gewoon niet protected. Dus als hij mijn Jenny sloopt, ga ik die van hem slopen. Laag, laag, laag. Lager, lager, lager. Oké, okay, ziek, boys. We zijn eronder. Alleen geen... Oh, nee. Nee, dit gaat weer helemaal fout. Kom op, niet zo schaatsen. Kom op, kom op. Echt eronder. Niet weggeduwd worden nu. Juist, oké. Okay. Nou, ik heb moeilijk veel shards, dus we gaan maar gewoon dit doen. Geduld is een schone zaak. Zo snel mogelijk schieten. Ik heb niet zo heel veel tijd natuurlijk voor dit grapje. Het heeft heel veel damage nodig. Als het kapot gaat, is het mooi. Dan kan hij in ieder geval niet wegvluchten. Ik kut dat Flipper de kale rat dood is, man. Echt voor bullshit reasons. Door janken, kom op. Wap 1 nog, 34k uit. Knallen door. 30, 29, 27. Shout out naar Joost dat hij even de shards ook geeft. Schiet! Oh mijn god, te lijk. Wat een frustrerende aflevering, man. Bijna neer. Het is gewoon oog voor een oog. Als hij mijn Jenny sloopt, sloop ik die van hem. Hier. Sticker in, man. Geen loot. Echt. Waar zijn de tasjes? Moet die niet blijven hangen? Waar is de loot? Geen... Is het naar beneden gevallen? Is dat een ding? Ik weet niet wat dat is. Ja, is gewoon een glitch, denk ik. Oh, hallo. What the fuck? Overlevel stego. En nog één. Jammer dat ik daar niks van kreeg, maar goed. Is er verder nog iets kapot? Put your bed. Generator, ja, oké. Dan moet ik even naar Jamie een nieuwe Jenny maken. Oh, Jamie. Hey. Jamie. Ja. Ik heb zijn teleporter gesloopt. Oh, nice. Hij zit met Jenny te kutten en probeert mijn turrets neer te halen. Wat is hier gebeurd, man? Warmaster en zo. Ja, weet ik niet. Oh, hij is hier. Nee. Hier? Ja, ik hoor iemand vliegen. Oh, ga maar even naar mijn base dan. Ja, ik moet even een nieuwe Jenny bij Alliance base, maar deze turrets zijn volgens mij allemaal leeg. Of er zit er één in. Nee, ik heb al 5k boete gesproken. Oh joh, ik had de Jenny gesloopt, dus dat had niks zin. Maar ik snap niet helemaal wat hier gebeurd is. Nee, ik weet het ook niet, man. Geen idee. Help, pas op. Ik zie niks op die nummers. Ja. Hier ook 800 boete. Ja, ik had ook wel 800. Want ik zie, zeg maar, iemand van ons. Dan zie ik Warmaster, dubbel R. En dan zie ik Swampmaster. Dubbel R. Ja, what the fuck? Is dat We zitten ook samen hier in de torentje zo. Ja, het is super raar. Anyway, ik moet even een Jenny plaatsen daar met bullets. Turrets en bullets. Hopen dat hij nou niet dat skelet van mij aan het slopen is. Oh, rip Flipper de kale rat, man. Ja, ik wilde echt even een teleporter hebben, want dit is zo inefficiënt. Niet dat hij daar met een stego kon pushen of zo, weet je wel. Moet even oppassen. Kijken, laat me even doorlopen alsjeblieft. Ik heb alle die dingen in de transmitter. Jenny. Ah, dit is ook irritant dat ik elke keer naar boven moet springen. Oh, het is vooral met die soort van lag die... Ja, oké. Okay. Ik heb nog een Jenny bedenk ik me nu, maar goed. Oké, okay, dat moet ik even hebben. Net projectiles. Oh, heb ik die niet? Als ik mijn steek kom, kan ik netten. Heb ik nog een dino of zo? Ah, spijt. Ik moet iets hebben wat bleed doet, man. Reaper, kan ik daar al mee tegensteken? Fuck it, fireway van kan. Wel matig. Of een Voidworm. Oh, Voidworm, bro. Oblivion! My brother, it's time for you to attack. Heb ik hier nog iets staan? Alleen die Maywings, hè? Oblivion, it's time to shine. Alright, ik heb bullets erin getransferd. Zo. Dan hebben we in ieder geval iets van een defense. Hi. Copy settings, all turrets in range. Over attack, maar ik weet niet wat ik hoor, zeg maar. Ik weet niet wie ik hoor. Oké, okay, cool. Snel turrets plaatsen. Zo. Dit is powered. Ja. Tech turret erbij. Zelfde voor hier. All turrets in range. Let's go. Oké. Okay. Nu moet ik gewoon echt even rustig transfer toolen. Ik denk even hier beneden. Dat is check. En dat doe ik nu uit de heavy turret. Dan doe ik even de advanced rifle bullets naar mij toe. En dan moet ik dit nu andersom doen. Dat advanced rifle bullet naar de heavy turrets. Ja, check. Nou is het als goed is alles gevuld en verdeeld. Oké, nou kan ik nog een teleportertje plaatsen. Nou, dit is dus niet heel goed verdedigd, maar het is iets. Alright, en ik denk dat het was voor vandaag, jongens. We gaan even
morgen dan de Force Master leeg plukken. Maar dat moet wel allemaal snel gebeuren. En je moet dan even extra defense neerzetten. Voor de rest zitten we oké. Ja, ik moet ook even baby dolfijn hebben, man. Of gewoon even... Ja, kut dat de island nu buiten spel is. We missen nu zoveel van ons arsenaal. Large walls? Ja, large metal walls. Dat ik die ook maar even craften en alles.